OMG. Nee joh. Zonnedekje. Dit is echt een once in a lifetime. Oh mijn god. Dit is echt een van de vetste ervaringen uit mijn leven misschien wel. We zijn aan het rijden en aan het rijden. En we moesten helemaal door de bergen en allemaal heuvels over. Die we bijna niet met onze auto konden maken. En nu komen we uit in dit sikke huis. Hier aan het zwembad ligt de slaapkamer. Oh my god, en het zit vol met jaren 60 design. Een eigen zwembad en een sick uitzicht waar nu de roze wolken boven hangen. Wat is dit? Wow. Er is hier gewoon helemaal niks en niemand in de buurt. Wow. Dit is de slaapkamer. Oh, oh my god. Hey, deze stoel hebben mijn ouders ook. Oh, een tweede slaapkamer. Check. Ze hebben gewoon het dek om die steen heen gemaakt. Oh, wauw. Laten we hier straks in gaan zitten. Yes. Oh, leuk. Dit is ons uitzicht. Get out of here. Dit is onze tuin. Het is de subject van veel van de suspicion. En after some screw, did you call everyone on this? We hebben een film gekeken en toen heb ik aan een vlog gewerkt die morgen of overmorgen online komt. En nu is het 11:15 s'nachts, maar we willen nog even in de jacuzzi. Ah! Ik heb wel gelezen dat hier rattlesnakes en schorpioenen zijn. Dat staat namelijk op de deur. En het is buiten. Ik probeer heel stoer te doen. Morgen, we hebben een beetje geluierd vanochtend en podcasts geluisterd en een beetje gewerkt. Nu gaan we water halen, want dat is op. En gewoon even kijken wat we allemaal tegenkomen hier in de buurt. En daarna gaan we wandelen in de berg. Wat ik vandaag aan heb is een sporttop, een rok, Birkenstokjes en een geel tasje. De lekkerste plek van de wereld. Wat is dit? 2, 3, 4, 5. Dit is een 5-layer classic 5-layer dip. Anytime, any occasion, fun food. Wat zit er allemaal in? Refried beans, savory salsa, guacamole, real sour cream en real cheddar cheese. Oh, real cheddar cheese. Joshua Tree, waar je een paar gekke tentjes hebt en mensen op de parkeergarage aan het drinken zijn om 2 uur 's middags. Maar daar zie je ook een kleine yoga en een klein koffietentje en een pizzatentje en best wel veel vintage. Het idee dat dit wel een creatief gek stukje Amerika ook is. Kijk hoe leuk dit bijvoorbeeld eruit ziet. Nog tweedehands dingetjes. Supermooie slipdress in een etalage. Jordi heeft super lekker voor ons gekookt. We zitten nu al een paar uur op de bank. Ik ben
aan het werken sinds de middag, schrijven en een paar projecten bijwerken. En Jordi is ook lekker druk bezig met al zijn foto's bewerken, want hij is hele mooie foto's aan het maken. Yay! Check zeker ook zijn Insta. Ik heb een soort van allergische reacties overal, maar het... ik hoop niet dat dit door mijn nieuwe Glossier-producten komt. We gaan zo in de hot tub en dan slapen en vroeg op pad naar iets dat op mijn bucketlist staat al heel lang. Guys, ik weet niet meer welke dag het is. Donderdag denk ik of woensdag. We zijn vandaag naar Palm Springs gaan rijden, wat een uurtje is. En ik ben vandaag een beetje down. Maar goed, we hebben nog maar een paar dagen hier en ik probeer echt in het moment te leven. Maar ik vind het best lastig, moet ik zeggen. Denk ik, weet. Deze kamer is zo leuk. We hebben in ons hotel buiten gezeten en nu gaan we bij Five Guys eten, waar ik nog nooit heb gegeten. Ik heb er heel zin in. Een unboxing. Wow, joh. Weer in onze kamer en kijk wat ik heb gekocht. Tadadada. Die moest ik toch hebben. De Vogue met Justin Bieber en Hailey over hun huwelijk. Dat toen al 60 dagen duurde. Hij noemt haar dus een cadeau van God. Dus ik vroeg aan Jordi, vind je me ook een cadeau van God? Maar hij zei meer een straf van de duivel. True story. Verder horen we allemaal trommelgeluiden. Dus we denken dat er optredens zijn. We gaan even kijken. En het schijnt dat je tot 2 uur 's nachts in het zwembad kan hier. Dus we gaan ook kijken of we nog in de hot tub kunnen. En we drinken heel veel bier. Ik ben aan mijn eerste. Jordi aan zijn derde of vierde? Juist. Hoe leuk is deze kamer? Onze missie is om dronken te worden. We zijn net in een comedy show beland, wat geweldig was. Dit is nummer 4, denk ik. Jordi zit op biernummer. Hoeveel? Ik vond bier dus altijd super hoor. Maar sinds een tijdje vind ik blond bier wel best wel lekker. We gaan nu in de jacuzzi. Het is nu 12 uur of zo. Kijk hoe kort die badjas bij Jordi is. Zo mooi. Struikelde je nou? Het is hier echt prachtig. Morgen, we zitten in de diner voor het eerst. Lekker pannenkoekje en avocado toast weg te werken. We willen hier eigenlijk nog een nacht blijven, maar de prijzen zijn echt insane. We zitten in New York. Ik ben net heel Amerikaans gaan vragen of ze een middenweg kon vinden tussen de prijs van vannacht en die van vanavond. Maar dat was geen enkele mogelijkheid helaas. We zijn nu in de desert aan het rijden. Op zoek naar een bepaalde kunst die hier is. Het heet Desert X en dat betekent dat overal door de regio random kunst is neergezet. We hebben nu de eerste gevonden. Een jumbootje. Oh, yo. 1 nog een kunstwerk. Goedemorgen. We zijn nog even bij het Ace langs gelopen en ligt lekker op bedjes en we gaan hier nog even ontbijten en chillen in de zon. Daarna gaan we waarschijnlijk naar National Park, maar eerst even wat pancakes in een burrito bowl eten. Al het eten zit hier in een bowl, alsof het dan anders smaakt, maar eerlijk gezegd vind ik het wel heel lekker. De appeldingetjes. Ziek! We zijn in de auto gestapt naar iets dat heet Pioneer Town. Ik weet niet of het een tourist trap is of gewoon heel vet. Maar het ruikt nu al naar barbecue en spare ribs. En daar is een cowboy show van jongens op paarden. En alles lijkt hier op een saloon. Ik voel me heel erg zo'n toerist in Volendam. Die dan denkt dat dat is hoe de historie is. Maar ik vind het toch wel zeer lijp. Er is ook een Pioneer Town motel en een museumpje.
check deze cowboy. Top van de bergen! Bij Hollywood zijn hier achter me. Er is hier dus niks, één bankje. We hebben net een uur gewandeld, ik ben vet trots op ons. Langer nog, denk ik. Echt heel vet om hier te zijn. Echt een klassiek stuk Amerika. Check deze wagens. Zo'n mooi uitzicht over de stad ook. We zijn aan het wandelen op deze mega trail. We zijn al bijna boven. We hebben nu bijna anderhalf uur gewandeld. En het is zo pittig. Ik ben heel erg buiten adem, maar het is ook wel geweldig. Ik moet zeggen dat ik echt een betere conditie heb gekregen. En kijk even hoe mooi het hier is. We zijn nu bijna bij de top, hoop ik en denk ik. We waren net even aan het chillen en toen kwamen we een acteur tegen die een revenge speelde. Misschien ik even met hem praten over zijn hond. Dan deed ik alsof ik hem niet herkende. Om zelf natuurlijk wat cooler uit de strijd te komen. Check even hoe goed het Hollywood sign hier te zien is. Goedemorgen, we zijn weer in LA aangekomen voor de laatste twee dagen. Het is nu zaterdag. We hebben net lekker buiten koffie gehaald, gedoucht. En we gaan nu een wandel, trail, hike dingetje doen. Ik ga de vlog bij deze even afsluiten, zodat we gewoon een chill weekend hebben. Zonder dat ik verder met de camera's bezig ben. En hierna ga ik naar Las Vegas, waar ik het Linda Meijden team ontmoet. Plus 7 andere super toffe influencers en bekende koppen. En daar gaan we een mega roadtrip serie en cover voor Linda Meijden schieten. Super spannend, super veel zin in. Dus ik zie jullie dan weer. En heel erg bedankt voor het kijken naar deze tweede Amerika video. Er komt er dus zeker nog een. En misschien film ik tussendoor nog wat andere dingen. Who knows. Dankjewel in elk geval. En vergeet niet je even te abonneren als je niks wil missen. Doei!